SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij de eerste competitiewedstrijd seizoen 2022-2023. Urk tegen Sparta Nijkerk, derde divisie. Scheidsrechter is de heer Oosting, assistent scheidsrechter de heer Hendricks en de heer Van der Hul. Pupil van de week is Steven Schenk. De bal die wordt gelijk rechts geopend en in de eerste minuut is het gelijk al 0-1 door Frank Heus. Een domper op de wedstrijd. 0-1 in de eerste minuut al. Maar Urk die pakt het gelijk goed op. Zet gelijk de aanval op. Gelijk na de aftrap al is het Ieder Neentjes die vanaf rechts voorzet. En die zet hem mooi voor. En is het Lucas Nagel die gelijk al 1-1 aantikt. En het is volgens mij al gelijk in de derde minuut. En zo is het 1-1 al. Wat een mooie start van deze seizoensopening. Keeper Wouter Beukers die stond erbij. En Urk die gaat door. Vanaf links Riekelt Jan Brands die opent op Klaas Roomkes. En dan is het Riekelt Neentjes die de bal krijgt en gelijk links intikt in de verre hoek. En dan is het in de 11e minuut 2-1. Wie had dat gedacht na de 0-1 achterstand in de eerste minuut gelijk al? Urk blijft hoog druk houden. Dan is het hier Riekelt Neentjes. Die hier de bal weer weet te veroveren. Lucas Tol. Die inspeelt op Klaas Roomkes. En die voorlangs schiet, maar tegen de paal en net aan mist. Corner Sparta Nijkerk. Ook die aanvallen bleven niet ongevaarlijk. Een schot die langs ging. Corner voor Urk, die ook steeds gevaarlijk bleven aan de kant. Was het hier de corners van Jan Ras. Dan krijgen we hier weer een mooie aanval. Lucas Tol die hem inzet, die schiet, maar die naast gaat. Veel publiek. Ik denk dat we 2000 man publiek hadden langs de lijnen. Mooie reclame heeft Urk afgegeven in de eerste wedstrijd. Is het weer Lucas Tol die al dribbelend doorgaat, de 16 insnijdt. Die op Riekelt Jan Brands legt. En dan is het Lucas Graal die kopt maar naast kopt. Eenvoudig ingreep van Risa Strijker die gelijk uittrapt. En Sparta Nijkerk bleef moeite houden met de druk die Urk aanhield. Hier weer Klaas Roomkes die door bleef lopen. En die Riekelt Neentjes vrij speelde. Maar met links inschoot. Hier Lucas Tol weer. Jan Ras die mooi insnijdt op Klaas Roomkes. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. De tweede helft die begint ook gelijk mooi voor Urk. Lucas Nagel die inschuift op Johannes Schrijver. Die een hele goede wedstrijd speelde. Op rechts speelde op Ieder Neentjes. En die blijft overeind. Zet hem voor. En ja, de keeper laat los. En dan is er een attente Klaas Roomkes die mooi afmaakt op 3-1 stand. Gelijk na de rust. Is dat een kentering op de wedstrijd? Klaas Roomkes die de 3-1 maakte en zie de reactie van de keeper, begrijpelijk. Een aanval van Sparta Nijkerk wordt geblokkeerd. En dan is het weer Lucas Tol die de bal krijgt vanaf links. Inspeelt op Jan Ras. Dan is het Lucas Tol die weer doorgaat.
Ja, en dit is eigenlijk wel een kopie van de hele tweede helft. Lucas Nagel die de bal krijgt en net voor lang schiet. Is hier Lucas Graal. Die teruglegt op Lucas Tol. Sparta Nijkerk die probeert de aanvallen op te zoeken. En hier een schot die overgaat. Ja, en dat is eigenlijk wel typerend voor de hele tweede helft. Urk die steeds beter in de wedstrijd kwam. En Sparta Nijkerk die niet tegen de druk bestemd was van die Urk steeds neerlegde. En hier is het Jan Ras die de bal krijgt. Maar goed gered wordt door de keeper voorlangs. En weer een vrije trap van Sparta Nijkerk. Maar ook die mist het doel. Is het Riekeld Neentjes die rechts neerlegt. En zijn snoek die gewoon doorgaat zoals we hem kennen. Hier de Neentjes die de bal voorlegt. De bal wordt neergelegd op Lucas Tol. Lucas Tol wacht en die gooit hem gewoon in het dak van het doel. En dan is het 4-1 voor Urk. Weer een geweldig mooi doelpunt. Mooie aanval. En kijk de vreugde van de spelers. De 72e minuut, de 4-1 stand. Sparta Nijkerk die weer wat probeert tegen te doen met een aanval. Maar de bal gaat over. De Stol die paast op Andreas Gnodde die in het veld gekomen is. Onze nieuwe talent in de spits. Geeft mooi op rechts. Dan is het Hessel Snoek. Hessel Snoek de speler die zou stoppen en die hier gigantisch mooi inschiet. En hier zorgt voor de 5-1. Ondenkbaar en zie de reactie van onze trainer Gert-Jan Karsten. Hessel Snoek die de 5-1 maakt. In de 86e minuut. Het hele publiek was ook helemaal enthousiast. En dan krijgen we nog een kans die ja, eigenlijk had moeten zitten. Maar dit was toch eigenlijk wel een beetje typerend voor de hele wedstrijd van Sparta Nijkerk. Of het aan Urk lag, door Urk kwam. Maar zij mist in de bal. Hier wordt weer goed uitverdedigd. En Lucas Stol die rustig de aanval kan opzetten. Inspeelt op Riekeld Neentjes en die bijna zelfs hier de 6-1 kon aantikken. Maar hij miste. En zo is het einde van de wedstrijd. En dan kunt u nu nog luisteren naar de interviews van de beide trainers. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. Ik kan me voorstellen dat de hectiek en het enthousiasme heel groot is na deze toch ja, voor Urk in ieder geval schitterende wedstrijd. Voor Sparta Nijkerk is dat de tegenstelde. Ja, hier naast mij de trainer van Sparta Nijkerk, Erik Speelziek. Erik, is dit hoe vals is deze start voor Sparta Nijkerk? Nou, die is heel vals. Hoewel het absolute begin van de wedstrijd was natuurlijk best goed. Maar uiteindelijk, ja, ik vond het een. Ik moet je ook eerlijk zeggen, ik heb dat in die 4 jaar bij Sparta niet zo meegemaakt. Het is. Dat heb je niet zo meegemaakt. Nou, zo'n uitslag en ook eigenlijk zo'n afgang. En daar wil ik. Goed, het is natuurlijk Urk speelde geweldig, vond ik echt. In alles, aan de bal. Het is niet alleen maar dat Urk strijd heeft, maar ik vond dat ze ook heel goed aan de bal speelden. En wij hadden het niet voetballende vermogen om het tussendoor te voetballen. We konden niet mee in de strijd van Urk.
En nou ja, er valt niks op af te dingen. Hooguit dat de uitslag nog hoger had kunnen zijn. En wat is dan datgene waar jouw spelers in gefaald hebben? Nou, niet alleen mijn spelers hebben gefaald, want dat heb ik natuurlijk zelf ook gedaan dan. Nou, we hebben veel nieuwe spelers gekregen. Allemaal toppers. Ja, bij hun, nou, ik zou ze niet allemaal als toppers willen, maar het zijn goede voetballers. En het zijn allemaal goede voetballers. Nee, ja. Topspelers zijn die, die elke week de drie inschieten, ik noem maar wat of zo. Maar het zijn allemaal goede voetballers. Die kunnen allemaal prima top derde divisie spelen. We hebben wel gekeken van, nou, dat zijn spelers die op een bepaalde manier voetballen gewend zijn. Mijn oude spelers zijn op een andere manier voetballen gewend. Daar zijn we mee in de slag gegaan. Maar het bleek ook vandaag weer dat we daar toch, daar heb je een aantal kernkwaliteiten voor nodig. Als je met drie centralen speelt bijvoorbeeld, dan heb je voortdurend, dat geeft het organisatorische anders dan met z'n vieren achterin. En daar blijkt dat wij daar toch tekort in schieten. En dat is één. Maar het is ook wel, we schoten even vandaag in ieder geval tekort in. Dat is ook een enorme verdienst van Urk. En waarin heeft Urk jou verrast? Nou, ik vond ze eigenlijk ook al in beelden die ik zag, vond ik ze ook een goede indruk maken. En ik weet dat Gert-Jan een trainer is die er altijd bovenop zit, goede energie in zijn teams geeft. Eigenlijk was het, hè, hoe Urk speelde, dat hadden wij wel gezegd. Verteld aan de ploeg, ook wat we daartegen konden doen. Maar dat ze het in die intensiteit zouden kunnen doen. Dat als je praat over iets verrast zijn, zou het misschien kunnen zeggen dat je het, hoe lang ze het volhouden met die intensiteit. Nou, dat niet echt verrast, maar ik vond het echt geweldig wat Urk liet zien. Nou, dat is een mooi slot. Ik zou zeggen, veel succes bij die andere 33 wedstrijden. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, dan nu de winnende trainer. En wat voor winnende trainer met zijn selectie, want het is natuurlijk een samenspraak. Gert-Jan, wat een schitterende overwinning. En wat hebben wij met z'n allen genoten van het voetbal en de uitslag? Ja, dat zei ik voor de tijd bij de BSU al. De kenners vullen een overwinning in met 5-1. Maar nee, volgens mij zei ik zelfs dat het heel moeilijk zou worden. Na 3 minuten dacht ik van, nou hebben we dat wel goed aangepakt. Want we hadden een heel offensief strijdplan. Na 10 minuten dacht ik van, ja, dat hebben we goed aangepakt. En nu wordt het heel spannend. Ik zei volgens mij zelfs een keer op de bank, kan maar zo 5-5 worden vandaag. Want het lag open aan twee kanten. Maar de jongens kwamen in de duels en die beten zich erin vast. Maar de winst ten opzichte van vorig jaar, vanmiddag in ieder geval, ik weet niet of dat elke week is dat we heel veel druk gaven, maar dan vervolgens de rust in het spel brachten op het moment dat we de bal hadden. Waardoor de goede vlotlopende aanvallen kwamen, waardoor Lucas Toll aan de dribbels kwam, Schraal aan de dribbels kwam, middenveld, Rast die het spel verdeelde, Nagel die het spel verdeelde, Kramer Schrijver die de duels wonnen. Ook in de rug, hè, met de loopacties die gevaarlijk waren. Ja, dan valt alles op zijn plek en dan kun je weinig meer zeggen. Hè? Dat klopt. En als ik dan naar de hele wedstrijd kijk, want jouw collega zegt het al, Erik Speelziek, van wat een energie kan Urk in een wedstrijd steken. Heb jij vooraf ons allemaal zand in de ogen gestrooid over dat verhaal over conditie en vakantie, et cetera? Of heb je dat gedaan om je spelers extra te motiveren? Volgens mij had er 8 man kramp, Peter. Maar ze kunnen het wel opbrengen. En dat betekent ook in het laatste kwartier waren ze nog steeds conditioneel de betere dan Sparta Nijkerk. Ja, maar ik heb volgens mij donderdag op de training gezegd tegen de spelers. Individueel, fitheid is je eigen verantwoordelijkheid. Wij als staf doen er alles aan om je daarin een programma aan te bieden. Daarom moesten we vandaag ook gewoon jongens bij een andere helftal spelen. Want 90 minuten in deze fase is meer waard dan toeschouwen bij een prachtwedstrijd. Die fitheid, dat blijft gewoon een aandachtspunt. We hebben vandaag heel veel jongens die in de kramp zitten, die nog veel beter kunnen. En ik heb gezegd, als Urk wil handhaven in de derde divisie, dan moet fitheid gewoon op orde zijn. Die is nog niet op orde. Maar als je dus zo'n prestatie kunt leveren, terwijl je in mijn ogen nog helemaal niet fit bent als ploeg, ja, dan is handhaven misschien wel een beetje zuinigjes. Dan kunnen we nog heel veel verwachten. Waarin kan dit Urk dan nog beter dan vandaag? Nou ja, weet je, ik heb Johan Sports en heel veel clubs gebruiken dat. Maar je ziet gewoon dat mijn bepalende spelers op een gegeven moment de hogere sprints, dus de sprints op hoge snelheid, dat die minder worden. Je ziet op een gegeven moment het balverlies toenemen. Hè. Je ziet op een gegeven moment dat kansen gemist worden vanuit vermoeidheid, niet vanuit kwaliteit. En dat zijn allemaal aandachtspunten, daar gaan we aan werken. Je ziet dat het druk zetten in de laatste fase moeilijker werd.
kun je wel verse krachten brengen. Maar in een wedstrijd met zo'n hoog tempo is invallen het meest ondankbare wat je moet doen. Want dat is gewoon niet lekker. En ja, ik denk als we gewoon alles bij elkaar optellen, dan als je mij dit vanmorgen had gezegd, had ik je voor gek verklaard. We hebben gewoon een prachtige voorstelling gespeeld. Ik heb tegen de Stento gezegd, waarschijnlijk de beste wedstrijd onder mijn leiding. Omdat we tegen Volendam wonnen we ook met 5-1. Tegen Genemuiden was het goed, Flevo Boys was het goed. Maar vandaag waren we echt dominant. En dat tegen, in mijn ogen, misschien wel een van de beste ploegen in deze klasse. Dit gaan we niet 34 keer kunnen, want er komen ook echt mindere weken aan. Maar dit is gewoon, ja, hier doe je het voor. Alleen die spelers moeten ook gaan beseffen van, hey, als ik er dus alles voor doe, dan kunnen we dus nog beter dan wat we vandaag al gedaan hebben. En dan, want je hebt dan een teletext gekeken, denk ik. Want er staat één ploeg bovenaan op doelsaldo en dat is SV Urk. Met andere woorden, de komende weken, de kans dat Urk daar blijft staan, is zeker aanwezig. Ja, jij begint alweer over meerdere weken. Ik zet hem eerst even op Instagram over 10 minuten. Helemaal goed. Mag ik nog één speler eruit lichten? Want we hebben het voor die tijd over gehad, de jongelingen brengen. Ja, ik vond dat hij een geweldig goede wedstrijd speelde, Lucas Stol. Je hebt hem ook 90 minuten laten spelen. Dat was vooraf zeker niet jouw bedoeling, denk ik. Ja, ik vond het een wat hij deed, positiewisselingen, zijn dribbles. Ik vond het een geweldig genieten van zo'n jonge speler. Heb je hem ook als man of the match omgeroepen? Dat ga ik dadelijk doen. Ja, nu hier, maar ook op het veld? Nee, want ik had het nog niet doorgekregen. Maar ik heb nu wel doorgekregen dat hij de man of the match is. Dus wat dat betreft zijn we het met elkaar eens. Ja, Klaas Wakker die wou Hessel Snoek nemen. Ik zei niks, Lucas Stol. Groot gelijk. Gert-Jan, dankjewel. En in ieder geval heel veel succes. En nog heel veel van dit soort wedstrijden in de komende 33.